Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb weer een nieuwe uitlaat en zoals jullie weten, als wij een nieuwe uitlaat hebben, dan gaan wij weer een review doen of een test doen. Deze keer hebben we een merk wat jullie waarschijnlijk nog niet kennen. Dit is het merk Phantom. We hebben er 4 uitlaten van binnen gekregen. 3 daarvan gaan we waarschijnlijk in het assortiment houden. Eentje daarvan leek te veel op wat we al hadden en de kwaliteit was wat minder, dus daar gaan we ook waarschijnlijk niks mee doen. Dit is de Phantom RS, daar gaan we mee beginnen. Zo op het eerste oog denk ik een leuke uitlaat. Het is een uitlaat die uit Slovenië komt, dus een Europees land, hè, waar Thomas ook overigens vandaan komt. Hij is met de hand gemaakt, dat kun je duidelijk zien, dat ziet er hartstikke mooi uit. Wat ik persoonlijk wat minder vind, waar ik iets meer van had gehoopt, is de lak. Want als ik naar de lak kijk, dan denk ik van ja, gaat dat wel heel mooi blijven? En ik zie ook wel sommige kleine beschadigingetjes die je ook ziet bij de Chinese uitlaatjes. Vond ik wel jammer, iets meer van groot. Maar misschien dat het wel heel erg meevalt. Gaan we er straks mee rijden, bladdert het totaal niet af. En ja, dan neem ik alles terug. En voor de rest, ja, de demper. Er zit een, ja, het lijkt chroom, maar het is gewoon een chroom, ja, gewoon een stukje staal overheen geplaatst en gepopnageld. Ja, dat is echt een beetje een sierstripje, zeg maar. In principe, vanaf de buitenkant zie je het niet. Hè? Als je er zo vanaf de zijkant naar kijkt, zie je dat totaal niet. Dus dat maakt het ook niet echt uit. Maar ja, het was mooi geweest als we het gewoon helemaal chroom hadden gemaakt. Nou, deze uitlaat heb ik al gemonteerd, zoals je ziet. Op een vrij nieuwe brommer, een Euro 2 frame noemen we dit. En in principe is dit een Euro 1 uitlaat. Een Euro 1 uitlaat op een Euro 2 frame monteren gaat soms wat moeizaam. Ik heb hem vast gemonteerd, want ik dacht ik hoef niet elke keer alles te laten zien. Gewoon weer met de messing moertjes die we altijd gebruiken. Ik zal weer een linkje in de beschrijving plaatsen met de nieuwe tapeindjes. En 1 uitlaatpakking deze keer. Soms heb je er dus 2 nodig als je een Euro 1 uitlaat op een Euro 2 frame, Euro 2 frame gaat monteren. En ik ga jullie meteen even laten zien waarom. Want ook deze loopt tegen dat probleem aan. Zoals je ziet zit de uitlaat eigenlijk net tegen het subframe aan. Er zit geen ruimte meer tussen. Ik heb hem wel aangedraaid en zoals hij nu zit lekt hij niet. Dus in principe zitten we met 1 uitlaatpakking goed. Maar ja, elke bom is net weer wat anders. Dus als jij deze uitlaat gaat monteren, kan het best zijn dat je wel 2 uitlaatpakkingen nodig hebt. Dat zou ik echt niet uitsluiten. En het tweede wat mij opvalt is als we hier gaan kijken bij de uitlaatsteun. Dus dat is de steun die de uitlaat bevestigt aan het Euro 2 frame. Dan zie ik dat hij niet helemaal perfect aansluit. Nou, dat is ook iets wat we vaker zien bij Euro 1 uitlaten die we op een Euro 2 frame gaan monteren. En dan valt me meteen iets anders op. Er zit geen gat in de uitlaat om de uitlaat te bevestigen aan de uitlaatsteun. En dan zul je misschien denken van ja, wat is nou voor iets goedkoops? Ik vind dat persoonlijk eigenlijk wel fijn. Want stel nou dat er in het midden een gat zou zitten, dan zouden we het gat groter moeten boren of we zouden een klein boutje moeten gebruiken. Nu kan ik gewoon zelf een gat boren op de plek waar, ja, waar die perfect zou zijn. Ga ik eigenlijk ook doen. Dan zit hij gewoon met 1 mooi 6 mm of 6,3 mm gat zit hij mooi vast aan de uitlaatsteun. En dan zit hij, ja, zit hij perfect zonder spanningen, zonder gedoe, zit hij mooi vast. Ik vind het persoonlijk dus wel fijn, want ik heb dus gemerkt dat bijvoorbeeld pak je een bullet uitlaat, Euro 1, ja, dan heb je toch grote kans dat je met kleinere bouten moet gaan werken, dat je dingen moet gaan uitboren, dat je een beetje moet gaan frezen met die boor, zeg maar, om dan toch, uiteindelijk krijg je het altijd wel passend hoor, maar om dan toch passend te krijgen, is altijd wel een beetje gedoe. Nou, bij deze is dat dus niet zo, maar ja, hou er wel rekening mee dat je dus dat gaatje zelf moet boren. Ja, en voor de rest denk ik wel een hele leuke uitlaat als ik hem zo zie. Het is wel weer heel wat anders dan de uitlaten die we al hebben. Dus daarom is het ook interessant voor ons om hem in te kopen. Hij lijkt niet op de Bullet. Hij lijkt niet op de Technoboss. Het is geen terugloopuitlaat. Het is echt wel eventjes wat anders. En ik ben ook benieuwd of hij ook wat anders gaat presteren. Of het geluid wat anders is. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Nou, zoals je ziet heb ik hier andere bouten ingedraaid. Er zaten namelijk M8 bouten in. Ik heb de M6 bouten ingedaan waardoor we de uitlaatsteun iets verder naar voren hebben kunnen schuiven. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van een gaatje boren op de plek waar het schroefdraad zit. En normaal gezien zou ik dan,
als we bijvoorbeeld een bulletuitlaat zouden hebben, zou ik het gat van de bulletuitlaat gebruiken. Zou ik die waarschijnlijk iets opboren. Zou ik hier langs een gaatje boren en dan een moertje gebruiken. En natuurlijk, op die manier kun je hem ook monteren. Maar ik vind dit wel persoonlijk wat mooier. Want nu kan ik gewoon een boutje erin doen en draai ik hem vast. En dan zit hij gewoon op de originele manier vast. Zonder dat je eigenlijk dus de uitlaatsteun hoeft te verboren. Wil ik straks een andere uitlaat monteren, dan heb ik niet een gat in mijn uitlaatsteun. Dus wat dat betreft wel, als je het aan mij vraagt, wel prettig dat we zelf het gat mogen boren. Maar ja, je moet wel eventjes een boortje hebben en een boormachine. Dat heb je wel nodig. Nou, zoals jullie hebben kunnen horen, zit er best wel wat geluid in deze uitlaat. Ik denk dat er in de demper, wat we bij de andere Sloveense uitlaat eigenlijk gemerkt hebben. Ik denk niet dat er demperwol in zit, laat ik het zo zeggen. Het is echt wel een sportief geluidje wat eruit komt. Wel leuk. En qua prestaties is het best wel, het is best een hoogtoerige uitlaat. Het heeft best een mooie snelheid gehad. Hij trekt goed. Het is geen technocircuit of een terugloopuitlaat, dat niet. Dus daar zal ik hem zeker qua trekkracht wel onder zetten. Vergelijken met een Techno Boss, dan is deze zeker een heel stuk beter. En qua topsnelheid doet hij het heel erg goed. Voor de rest wat mij opvalt is dat de uitlaat, die is niet, de lak moet ik eigenlijk zeggen, die is niet van de uitlaat afgekomen. Had ik eigenlijk wel verwacht. Omdat een klein beetje, het leek me iets wat amateuristisch afgewerkt deze uitlaat. Maar er lijkt toch wel een soort van hittebestendige lak op te zitten die toch heel goed bestand is tegen die hitte die er afkomt blijkbaar. Dus dat is heel goed. Eigenlijk net zoals wat we bij de Evo 1 hebben gezien, is dit dus weer een van de weinige uitlaten waar in ieder geval in het zwart, hij is alleen in het zwart trouwens. Is het een van de weinige uitlaten waar de lak niet afbrandt. Dus wat dat betreft heel erg goed. Dus dan zijn we bij deze aan het einde gekomen van deze video. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan wil ik je nog even vragen om een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. En om te abonneren op ons YouTube kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. Ik zal natuurlijk de linkjes van de uitlaat en alles wat we gebruikt hebben in de beschrijving zetten. Zodat jullie gewoon voor de beste prijs van Nederland de onderdeeltjes kunnen bestellen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.